Wat zou u concreet nu direct, misschien wel dit jaar bij wijze van spreken, willen veranderen op Curaçao? Waarvan u zegt van nou, dat hoort echt niet meer bij deze tijd. Dit wil ik nu aanpakken. Ja, ik denk dat het begint met respecteren. En één ding, dat is wijsheid noemen we dan, om te zien dat iedereen anders mag zijn. En je hoeft er niet eens mee te zijn, maar je moet het respecteren. En als er respect is, dan zullen mensen ook altijd hun best doen om hun kwaliteiten in te zetten om Curaçao op een hoger level te brengen. En daar gaat het om en daar werken we aan.